Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerblazen.nl. We hebben een tweedeling in Europa dankzij een hoge drukgebied ten zuidwesten van de Britse eilanden en een lage drukgebied in de buurt van Finland. En die zorgt voor een west tot noordwestelijke stroming in onze omgeving. Daarmee worden wolken aangevoerd en in de loop van de avond en nacht en ook morgen overdag ook in de vorm van wat regen. Maar er zijn ook wel wat opklaringen, met name wat meer richting het zuiden, waar de hoge invloed nog iets meer aanwezig is. Als we naar de satellietplaat gaan kijken van 10 voor de een vanmiddag, dan zien we. We hebben behoorlijk veel bewolking boven ons land, zeker in het oosten en noorden van het land. In het westen en zuiden is wat meer ruimte voor zon. Verder op veel plaatsen is het droog. In het noorden drijft af en toe een buikje vanaf zee binnen, en verder in het binnenland kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. Maar op de meeste plaatsen is het toch nog wel droog. Vanmiddag bij een graad of 14. Vanavond ook wolkenvelden en opklaringen. De meeste bewolking in het noorden van het land en de meeste opklaringen in het zuiden. Later op de avond is de bewolking danig dik in het noorden dat daar ook wat lichte regen kan gaan vallen. En komende nacht zien we dat die bewolking in een groter deel van het noorden van het land dik genoeg wordt om af en toe wat regen op te leveren. Met name in het zuiden zijn er nog wel opklaringen en daar de laagste temperaturen dan ook komende nacht van 6 of 7 graden. Onder de wolken in het noorden wordt het niet veel kouder dan een graad of een 8 tot 9. Dan morgen overdag dan zien we dat die storing met wolken langzaamaan verder naar het zuiden toe opschuift in het land... De bewolking gaat ook gepaard nog steeds met wat regen. Later wat meer buigen neerslag betekent dat er tussendoor ook wat droge momenten zijn en sowieso ook meer plaatsen zijn waar het droog blijft. In Limburg begint de dag droog en met ook nog redelijk wat zon. Aan het begin van de middag daar dan ook de hoogste temperaturen van 14 of 15 graden. Maar uiteindelijk later op de dag zal het ook daar wel even bewolkt raken met kans op een spatje regen. Die neerslag trekt dus van noord naar zuid. Betekent dat in de noordelijke helft van het land het later op de dag juist weer droog wordt en misschien nog eventjes de zon doorbreekt. Maar dankzij die wolken ja, kan de temperatuur toch niet veel hoger uitkomen dan zo'n 10 of 11 graden. En om het beeld compleet te maken, waait er ook nog eens een behoorlijk stevige westelijke wind. Die is matig of vrij krachtig en aan krachtig, in het warm gebied misschien zelfs even hard, windkracht 4 tot 7 dagen daarna. Op donderdag hebben we redelijk wat zon, ook een paar buitjes, maar toch genoeg droge momenten. De wind waait uit het noordwesten en neemt af naar matig en zeer krachtig. En in de avond tijdens de Passion in Leeuwarden is het waarschijnlijk overwegend droog, temperatuur rond de graad of 10 en de wind gaat nog wat verder afnemen. Op vrijdag een paar buitjes in de kustgebieden. Binnenland waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog en verre periode met zon bij een graad of 12. En dan zaterdag dan neemt de wisselvalligheid duidelijk weer toe. Veel meer bewolking, meer buien ook en een weer aantrekkende westelijke wind. En als we dan naar de paasdagen gaan kijken, ja, het ziet er niet al te best uit. De temperatuur ligt duidelijk iets onder normaal voor de tijd van het jaar, nauwelijks boven de 10 graden overdag. De nachten daarentegen verlopen iets aan de zachte kant, en dat heeft dan weer te maken met dat we te maken hebben met veel bewolking. In de loop van volgende week zien we dat de nachten wel weer iets kouder worden. Maar overdag boekt de temperatuur eigenlijk niet of nauwelijks wind. winst. En als we dan tot slot kijken naar de neerslagkansen, die zien er ook niet al te best uit. Vooral in het weekend en op paasmaandag behoorlijk veel regen zit erbij. Dat is dan wel buige neerslag. Dus de verschillen kunnen van plaats op plaats nog wel groot zijn. Maar helemaal droog zal het toch op de meeste plekken niet blijven. En later volgende week misschien een iets dalende kans op neerslag, maar de woensdag springt er dan toch wel weer uit als vergelijkbaar met de Paasdagen. Dus al met al een wisselvallig weerbeeld wat voorlopig gewoon stand houdt. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.